druk en ik ben hard aan het werk. Gaat wel lekker. En dan heb ik hier een stapel met dingen die ik weg ga doen. Zou jij, als je hebt gesport, het durven om dan eventjes ergens wat te gaan drinken? Ook al ben je nog niet gedoucht. Hallo, goedemorgen. Het is vandaag zondag 5 mei. En lekker weekend. En Marco en ik gaan zo beginnen met sporten. Het is inmiddels, ik ben al een tijdje de podcast van Bonnie aan het luisteren. Even kijken hoor, het is 10:30 alweer bijna. Maar goed, prima. Dan gaan we even een uurtje sporten zo. Dan gaan we boodschappen doen, want we hebben echt niks meer in huis. En dan hebben we gewoon een chill dagje. Ik ga misschien nog een beetje werken, maar ik wil ook wel echt lekker weekend vieren. Ik heb echt zin om Jane the Virgin te kijken en zo. Ik wacht nog eventjes op Marco, want die is nog even lekker aan het douchen. Maar ik dacht, ik ga jullie wel even laten zien, want ik heb een nieuw sportoutfitje. Hoe die eruit ziet. Oh, ik ben ook moe joh, dat zie je ook wel. Mijn sportoutfitje is van de Hunkmuller. En ik heb deze legging en die heeft een soort geperforeerde zijkant. En ik vind de kleur ook echt prachtig. Het is een setje, het hoort bij elkaar. Deze is echt super high-waist, helemaal boven je navel zoals je ziet. En hij zit zo lekker, hij is ook squat-proof. En dan heb ik een matching sport-BH die iets langer is en die achter ook heel leuker uitziet. En ik krijg eindelijk een beetje definitie in mijn quads. Ben er hard voor aan het werk. Yes! Vestje aangedaan en nu gaan we lekker naar de sportschool. Ik ben heel erg benieuwd hoe druk het gaat zijn. Misschien zijn er veel mensen bij het Bevrijdingsdagfestival. Ik heb geen idee. Het is trouwens ook wel een beetje een bijzondere dag altijd, 5 mei. Want 5 mei was mijn oma jarig, met wie ik echt een mega bijzondere band had. En ze is 4 jaar geleden, bijna 5 inmiddels, overleden heel plotseling. En ik vond dat wel bijzonder, omdat ja, ze zou nu dan 87 zijn geworden. En ja, ik vond het bijzonder dat zij met Bevrijdingsdag jarig was, omdat ze de oorlog ook had meegemaakt natuurlijk. En ik denk dan bij mezelf, dan is Bevrijdingsdag wel echt nog meer bijzonder als je dan je verjaardag viert. Met die leeftijd en met, ja, dat je dat hebt meegemaakt. En nu sporten. Ik heb er best wel zin in, maar ik ben niet echt vooruit te branden. Inmiddels zijn we weer een 30 minuten verder dan toen ik jullie de vorige keer sprak. En nu gaan we eindelijk echt. Ik match wel mooi bij mijn setje. Ik ging even een waterrefill doen. Het is druk en ik ben hard aan het werk. Gaat wel lekker. Zo, dit ziet er mooi uit. Wij hebben echt een heerlijke workout gehad van 1,5 uur of zo. Het ging volgens mij ons allebei wel goed, toch? Ging heel goed zelfs. Ja, het was echt heel lekker. En deze outfit zat ook echt super lekker. Dus dat is ook heel fijn. Ik heb echt heel uitgebreid mijn benen en mijn billen gedaan. En ook nog best wel wat dingen. Wat losse setjes voor mijn armen en mijn rug en zo. Dus eigenlijk een soort full body workout. Dat is super chill. Ja. En nu gaan we gelijk even boodschappen doen bij de Lidl. Lekker onze zweetkleurtjes. Ja. En ik merk nu echt heel erg dat ik sterker word. En ik ging hier even op de weegschaal staan bij de sportschool. En ik was 2 jaar geleden of zo, ben ik door ook een beetje op mijn eten te letten en door te beginnen met sporten, terwijl ik van niks kwam, ben ik toen wat kilo's kwijtgeraakt. En nu heb ik eigenlijk de helft daarvan er weer bij. En dat komt ook wel een beetje doordat ik gewoon weer minder op mijn eten let. Maar ik heb toch het idee, doordat ik 3 keer per week zoveel calorieën verbrand, dat ik daar niet per se van aankom. Dus ik denk toch ook echt dat het komt omdat ik gewoon wat zwaardere spieren krijg. Ja. Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Ik vind het eigenlijk juist wel leuk om dan te zien dat dat dus echt sterker wordt of zo. Ja, vind ik gewoon heel erg leuk. Oh, ik wou net zeggen, ik heb zin om nadat we bij de Lidl zijn geweest, of ervoor nu, eventjes ergens koffie te drinken of zo. Maar ja, je hebt een korte broek. Maakt dat uit? Ik weet niet of dat kan in ons. Het is best wel vies eigenlijk als je hebt gezweet misschien. Wat vinden jullie daarvan? Bij een niet zo fancy iets kan het misschien wel. Tuurlijk kan het wel. Toch? Ja. Ik heb wel zin in koffie. Prima. En misschien gebak. En misschien gebak. Oh, daar gaan we alweer. Oh, we hebben dan niet eens ontbeten, joh. Ik wil ook kwarkje. Oh, dat is wel waar. Ja. Wel iets. Nee, ja, maar wij niet zo heel veel uit. We kijken wel eens. Maar in ieder geval heb ik zin in koffie. Prima. Maar dat moeten we dan eigenlijk eerst doen. Ja. Dat is handiger. Anders hebben we allemaal dingen misschien van de koelkast en de vriezer die lekker warm worden. Zetten we gewoon de auto in de garage en dan. Ja, precies. Nou, we zien wel. Oké, en nu eventjes een polletje. Zou jij, als je hebt gesport, het durven om dan eventjes ergens wat te gaan drinken, ook al ben je nog niet gedoucht? En lekker zweterig, plakkerig. We gaan wel een beetje op afstand zitten van dit.
Een gemberkoekje. Jee, we gaan hier ook lekker eten. Marco twijfelt nog steeds waar tussen. Carpaccio. Mm-hmm, die neem ik. Tonijn. Ook lekker. Dat is mij dan. Wauw. Even voor een 10. Houdt ze op? Dat waren het. Ik dacht dat ik een twijfel kon, was. Ja, ik weet het niet zeker. Ik zou voor de egg Florentine gaan, denk ik. Of de carpaccio, want die neem ik ook. Eitjes blijven nog graag kopen. En het is geworden, het is omgeroffel en een uitsmijter. En voor mij dus het broodje carpaccio, wat er echt mega goed uitziet. Heel lekker. En wij, maar vooral Marco, hebben chance van een klein kindje die de hele tijd aan het zwaaien is. En lachen echt heel schattig. Je hoort misschien het achtergrond. Nu ligt het nog vol met gezonde dingen, maar er komt nog een heleboel bij. We zijn inmiddels thuis en we hebben echt heel veel gehaald. Dus ik dacht het is wel leuk om weer te laten zien. Crackers, ovenbroodjes, een brood voor bij de soep. Ik wilde graag deze proberen. Die kende ik nog niet. Ik dacht dat is wel lekker. Marco vindt dit altijd lekker om af en toe te eten. Dan hebben we fruit, zoete aardappel, rode krieltjes, broccoli, pultjes, spinazie, rabarber. Dat is wel weer eens lekker. Groentebouillon hadden we nodig. We hebben een peen, we hebben courgette, tomaten, paprika, avocado's. Oké, okay, random. We gaan weer terug. We waren hier. Witlof. Dit is een citronella kaars. Vonden we chill voor als we 's avonds op het balkon zitten. Deze hebben we gehaald voor zometeen. Super lekker sopje. Ananas, banaan en kokosnoot. Echt, ik hou daarvan. Dan kwark, wat alcoholvrije speciaal biertjes voor Marco. Leuke tulpjes, staat wel gezellig. Melk en 2 bakken frisdrank. Volkoren, pennen. Ik dacht in plaats van dat ik weer dure frambootjes haal, haal ik even zo'n diepvries set. Want dat is eigenlijk veel voordeliger en het is eigenlijk precies hetzelfde. En ik doe toch in mijn havermout wat ik opwarm, dus dan kan dit prima. Dan hebben we kipkluifjes, tortaartjes. Boter, want wij hadden echt, we gebruiken dat bijna nooit. Dus laatst met Pasen wilden we het gebruiken en het was zo oud. Dus we hebben even nieuwe roomboter en smeerboter. Dit voor bij de soep en bij het brood. Dit neemt Marco mee naar zijn werk. Een aantal kruiden moesten erbij gevuld worden. Tijm en Provençaalse kruiden. Hummus. Wat is dit? Oh, ossenworst. Parmezaanse kaas, vet lekker voor over de pasta. We gaan ook gnocchi maken met onder andere blauwe kaas en met oesterzwammen en spinazie. En daar hebben we dus gnocchi voor bij de appie gehaald, want dat hebben ze niet bij onze Lidl. Doritos was in de aanbieding. Deze smaak vond ik wel interessant. Hier heb je dus een chili smaak en guacamole. En dan zitten er dus 2 smaken in 1 zak. Dus dan is het elke keer een verrassing welke je pakt. En dit is een van onze favo's. En dit is mijn guilty pleasure. En gisteren was Marco naar de bios en ik was dus jaloers, want ik had geen popcorn gehad en... Ja, nu hebben we het. Dan pindakaas gebruik ik door mijn havermout soms deze van de appie. Ik dacht ik neem dan nu expres zonder stukjes. Want ja, dan heeft het eigenlijk meer functie als het gewoon smooth is. Een pakje belegen kaas. En deze heeft Marco gehaald, kaneelstokjes. IJs heb ik gehaald, hoe kan het ook anders. Cookie dough. En de yogonaise was op. En dit vind ik soms fijn na het sporten als ik nog een beetje trek heb. En ik heb fluoriserend gele schoenen voor 13 euro. Die zaten echt super chill. Gewoon helemaal prima voor krachttraining. En mijn schoenen zijn zo oud en echt een beetje door. Dus ik dacht, nou dan kan ik deze in ieder geval even proberen. Want ik vind het echt heel moeilijk om een beslissing te maken wat voor schoenen ik nou wil kopen. Ik vind dat het best wel moeilijk te ontdekken is. Dan zou ik echt moeten passen. En sommige zijn al gelijk best wel kostbaar. En ik vond die wel leuk en gewoon prima zitten. Want ik doe dus toch niet echt aan hardlopen. Ik doe echt alleen warming up eventjes en daarna weer krachttraining. Dus dan hoef ik ook niet per se schoenen die echt heel erg veel support hebben voor bijvoorbeeld rennen of zo. Want dat doe ik niet. Ja, laten we het nu maar allemaal gaan inruimen. Dat gaat wel even wat tijd kosten. En dan ga ik eindelijk douchen. Daar ben ik wel aan toe inmiddels, moet ik zeggen. En dan een hele lekkere zondag hebben samen. Echt zoveel zin in. Misschien ga ik nog even wat kleding uitzoeken. Want over 3 weken heb ik weer een kledingparty die ik houd. En dan komen vriendinnen weer allemaal dingetjes uitzoeken. En ik wilde eigenlijk voor die tijd misschien nog een paar dingen op United Wardrobe zetten. Maar ik vind het altijd wel weer zo'n heel gedoe. En eigenlijk ben ik ook heel erg toe aan weekend. Dus foto's maken ga ik nu in ieder geval niet doen. Maar misschien ook wel vast eventjes wat
kleding weer kan uitzoeken, zeg maar. Nou jongens, achter de spiegel stonden deze 4 shoppers met kleding. En ik heb dit dus allemaal de laatste periode nog extra uit mijn kast uitgezocht. En ik vind het zo fijn, want het past allemaal nu gewoon steeds beter. En dat moet ook echt makkelijk kunnen, want wij hebben met z'n tweeën dus deze bakskast. Ieder één helft, zeg maar. En dan hebben we ook nog eens hier deze lades. Dus ik wil nu ook nog de sportkleding die op dit moment ergens anders ligt, wil ik gewoon hierin kwijt. Wat echt makkelijk past nu. Zeker als ik het ook nog wat netter opvouw. Zodat we gewoon kleding alleen op één plek hebben. Het enige is dat de schoenen dan nog wel wat ruimte innemen. Maar ja, dat vind ik dan niet zo heel erg. En ik vind het leuk om anderen er blij mee te maken. Dan voelt het minder erg dan als ik niet echt weet waar het naartoe gaat of zo. Ja, ik weet niet. En ik ben de laatste tijd er echt wel mee bezig om gewoon veel bewuster te kopen. Dus toen ik vorige keer ging shoppen heb ik uiteindelijk ook helemaal niet veel gekocht. En dan geef ik liever wat meer uit voor wat minder items. Ik bedoel, ik heb ook maar één lichaam en er zitten maar zoveel dagen in een jaar. Maar goed, ik heb natuurlijk ook met een aantal webshops nog wat samenwerkingen wat ik super leuk vind. Omdat daar gewoon echt vaak items bij zitten waar ik ontzettend blij mee ben. Af en toe zit er dan toch een keertje net een misser bij. Iets wat net niet helemaal goed bij mij past bijvoorbeeld. Maar verder is het wel echt ideaal voor Instagram. Dat ik op die manier toch altijd ook weer wat nieuwere lookjes heb. En ook wat nieuwe trends kan laten zien en delen met jullie. Dat vind ik ook gewoon heel leuk. Oké, ik heb mijn sportlade nog wel op dit moment even hier. Maar ik heb het wel even georganiseerd. Hier heb ik mijn lange leggings van een zachte stof. Hier van een glanzende stof. Ik heb echt best wel veel leggings. Maar ik sport 3 keer in de week. En ja, na 1 keer moet het bij mij echt in de was. Dan heb ik hier 1 korte en 1 driekwart. Hier heb ik wat tanktops en soort van, ja, mouwloze sporthemdjes. Dan heb ik hier een sport t-shirtje. En dit zijn echt van die hele losse tanktops met zo'n soort rugeffect, zeg maar. En nog zo'n gaastopje. En dan zijn dit mijn favoriete sport-BH's. Hierachter heb ik nog zo'n soort sport-BH. En hier nog 2 die ik er af en toe wel eens bij pak. En dan hieronder hebben we de pyjama-lade kerstpyjama. Wat chille pyjama-shirts, sweaters. Wat mooier pyjamaatje van die comfy korte broekjes. Een geruite en een soort huispak ligt hier. En nog een joggingbroek. Dus dat is ook heel erg chill. Dit kwam uit de lade echt heel erg. Dan heb ik sportsokjes gekocht of zo. En dan ligt dat onderin. Dus dat gaat de prullenbak in, al die zooi. En dan heb ik hier een stapel met dingen die ik weg ga doen. Dit vond ik geen fijn shirtje, want ik krijg mezelf er bijna niet in. En ja, laat staan uit als ik het warm heb, terwijl die wel heel leuk is. Dan hier een legging die super mooi is, maar hij plet mijn bil doormidden. Dus ziet er niet heel charmant uit. Deze tanktop vind ik niet zo fijn. Die rimpelt bij mij een beetje hier zo. Dan is dit een legging die ik echt als eerste had toen ik begon met sporten. En die ziet er nog steeds heel goed uit van H&M, maar hij is iets te wijd geworden aan de bovenkant. Hier een kort broekje die me iets te kort is. Dan heb ik hier nog wat t-shirtjes gevonden, random. Nou, die heb ik ook niet meer. Deze legging is me iets te bont. Die had ik een keer voor een soort fout feestje. Maar ik sport er eigenlijk niet in. En dan heb ik hier wat random mutsen gevonden. En dan had ik hier nog een aantal sport-BH'tjes die gewoon of helemaal geen bedding hebben. Zoals deze 2. Ofwel, maar het zit gewoon net niet helemaal top of zo. Dus daar, die mogen ook naar vriendinnetjes. Die pak ik er eigenlijk nooit bij. En dan heb ik hier een aantal dingen die, ja, die ga ik wel echt doneren. Want die zijn gewoon op, zien er niet meer mooi uit. Echt een hele oude pyjama broek. Een legging die ik helemaal kapot heb gedragen. Maar die print is dus echt heel erg beschadigd. Deze is echt geweldig. Ik heb die met zoveel liefde gedragen. Maar hij is zo dun nu van het wassen. Dat hij en mega doorschijnt. En er zit een gat bij mijn kruis. En hij is gewoon op. Dus ik moet er nu echt afscheid van nemen. Dit shirt, dat heb ik ooit gekregen bij L'Oréal event. Heb ik daarom bewaard. Maar ik heb andere pyjama shirts die chiller zijn. Dit is ook een heel oud shirtje. Er zit ook een gat in van de Monkey. Ziet er niet meer echt lekker uit. Beetje smoezelig. En deze is helemaal erg. Helemaal vaal geworden. En hier zit ook een vlek op. Deze draag ik vaak naar de sportschool ergens overheen. Maar dit ziet er niet uit. Krijg ik er niet meer uit. Alright, deze dingen zijn allemaal vol met beauty spullen. Dat was wel zo. Maar dit is een beetje opnieuw ingedeeld. Ik heb de handschoentjes een beetje bij elkaar ingedeeld. Hier liggen mandjes onder. Dan hier allemaal ski sokken, regenjassen. Hieronder snowboard kleding. En hier winterse accessoires. Dit zijn van die koffers voor om je backpack voor als het regent. We hebben ook een soort klamboe. We hebben ook nog een soort mini slaapzakje. Hier hebben we verder nog microvezelhanddoeken die heel chill zijn. En we hebben nog zo'n soort waterbestendig tasje. Dat als je met z'n tweeën bent kun je hier bijvoorbeeld een camera in doen en gewoon in de zee.
En dan hebben we hier nog wat vliesdekentjes en picknickachtige kleedjes. Hier willen we eigenlijk schoon beddengoed in. En wat we dan hierin doen, weet ik niet. Maar ja, het hoeft natuurlijk ook niet vol. Het is eigenlijk alleen maar een goed teken. Alright, ik vind het wel weer even goed genoeg voor vandaag. En als ik elke keer zo'n klein onderdeel doe, dan wordt het uiteindelijk een stuk beter. Vooral als ik het bijhoud. Oh, het is nu echt 5 uur. Ik had echt zoiets van, oh lekker, nog een hele vrije dag. Maar ja, toen ik eenmaal onder de douche uitkwam, was het alweer 3 uur natuurlijk. Omdat we eerst gaan sporten en boodschappen doen. Ook wel nuttige dingen. Maar ja, goed, weet je, we hoeven niet op tijd te eten of zo. Ik heb voorlopig nog geen trek, dus ik ga nog eventjes 2 uurtjes of zo lekker Jane the Virgin binge watch. Heb ik echt zoveel behoefte aan. Ik ben ook mega benieuwd omdat ik op Instagram jullie had gedeeld van dat ik het volg. En een heleboel zeiden, ik wil je reactie weten aan het eind van seizoen 4 en zo. Dus volgens mij gaat er echt wat super heftigs gebeuren. Want iedereen is er zo mee bezig met dat einde. Dus aan de ene kant wil ik dus graag weten wat er komt. Maar ik heb ook zoiets van, no, het is waarschijnlijk heel vervelend en stom. Dus, maar ja, goed. We gaan het wel meemaken. Nou, ik ben even lekker aan het kijken. En Marco is ondertussen bezig met een soepje maken die we vanavond gaan eten. Daar heb ik wel heel veel zin in. Het wordt een soep met paprika, tomaat en wortel erin. Geloof ik. Hij zal vast nog wel wat andere dingen gaan toevoegen. En hij is ook een heel lekker toetje aan het maken, hoorde ik. Dus dat zal ik jullie straks wel eventjes laten zien. Ik kan nu al niet wachten. Heel chill zondagje dit wel, moet ik zeggen. Yummy! Daar is het soepje lekker vol met groenten dus. En we hebben een breekbroodje en onze favoriete neppen. Hoe heet die ook alweer? Ja, die van 30 cent of zo altijd. Echt heel goedkoop. Nee, bij de Appie heb je die Gelle. En hier heet die Crevé van de Lidl. Maar dat is gewoon super lekker. Hier is die dan. Schandalig groot. Gaan we lekker met z'n tweeën verorberen. Oeh. En daarbij, waar is het ijs nou? Een vereiste voor erbij. Cookie dough ijs. Heel lekker. Dit is zo lekker. Niet normaal. Die rabarber. Wow. Het is inmiddels al heel laat, dus wij gaan even het bed opmaken. We hadden nog beddengoed, hè? Is dit al droog? Ja. Oh, nou, ik dacht van, anders kunnen we die andere erop leggen. Dat kan ook. Maar ja, als het droog is, kan deze ook. Ja, is het droog. Is het droog. Zo, ik heb een rood hoofdje. En dan is het alweer tijd om te gaan slapen. Dus ik ga even mijn lenzen eruit halen. En het is super chill op dit soort avonden als ik er dan achter kom dat ik geen make-up droeg. Ik ga natuurlijk wel even mijn gezicht reinigen. Maar het scheelt gewoon zoveel tijd als ik geen waterproof mascara en zo eraf moet halen. Super chill. Was echt een heerlijke zondag, al zeg ik het zelf. Weinig nuttigs gedaan. Het beddengoed monster. Volgens mij wordt het... Volgens mij wordt het echt een ding. Het wordt echt een ding dat wij de vlog gaan afsluiten in de badkamer. Ja? Zo vaak gebeurt. Oh, kunnen je, ik weet niet of mensen het eng vinden om te zien hoe het beddengoed een monster. Oh. Ja, vooral jou. Zo. Poeh, mijn ogen is rood. De was slokt mij op. Als ik mijn lens uit heb, ga ik je helpen. Zo, daar is de volgende. Slaap lekker alvast. Doei, doei. Ja, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, zou je me heel erg helpen als je een duimpje omhoog wil doen. En reacties vind ik heel leuk om te lezen. En ik vind het ook leuk als jullie misschien achter willen laten wat voor andere video's je graag wil zien. Want ik wil weer gaan opbouwen naar 3 video's in de week in plaats van 2 wat ik nu tijdelijk deed in verband met de opstart van mijn stylingonderneming. Ik merk dat ik toch wat mis of zo. Ik heb het gevoel dat ik niet genoeg onderwerpen kan laten zien. En ik heb zelf wel wat ideetjes, maar ik vind het ook leuk om te weten wat jullie leuk lijkt. Dus alvast bedankt als je dat even wilt doen. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!